Er is een heel sterke connectie tussen natuur en cultuur. Talen kunnen gebruikt worden om alle onderdelen van het ecosysteem te beschrijven. Dit stelt professor Jack Menke tijdens de eerste online sessie van de tweede Open Campus serie van de Anthony Comm Universiteit van Suriname. De hoogleraar presenteerde enkele onderzoeksresultaten van zijn boek Sustainability at the Crossroad tijdens deze online sessie. Er is een hele sterke, weet je, terugkoppeling over en weer. Verandering van de natuur leidt tot verandering in cultuur en omgekeerd. En kennis ontwikkelt zich met het hele ecosysteem. Het, weet je, het systeem van water, planten, dieren, de hele habitat. En de taal die al deze onderdelen van het ecosysteem beschrijft. Zowel in gewoon gesproken taal als in, weet je, dus al die traditionele liederen die je vroeger had. Ook in dit gebied van Cassiopora. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, cultuur is eigenlijk niets anders dan een antwoord geven op de uitdagingen. Menke zegt verder dat de opmerkelijke terugkoppeling tussen natuur en cultuur onvermijdelijk is. De wetenschapper is de mening toegedaan dat veranderingen in de natuur daarom leiden tot veranderingen in de cultuur van gemeenschappen. Menke concludeert dat met het uitsterven van planten of dieren ook de taal die deze aspecten beschrijft verloren gaat. Het is volgens Menke belangrijk dat er een balans is tussen de natuur, cultuur en ontwikkelingen op elk gebied. De Open Campus sessies worden uitgezonden op EduTV kanaal 12.3.